Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe voetbalfit. Vandaag ben ik natuurlijk weer zoals altijd met Stan. En ja, gaan we een FIFA challenge doen. Ja, ja, dat is eigenlijk wel. Nou, ja. Laten we maar gaan beginnen. Naar, jij mag beginnen. Ja, zullen we gewoon een team kiezen die we zelf willen? Of nee, gaan we ja, wel een keer. Ja, even ja, een keer, want God. Dan kan ik hem echt een keer met 7-0 speelt... maken gewoon. Nee, serieus, je hebben... Niet een heel goed team. Nee, ze hebben niet een heel goed team. Nee, ze hebben echt geen goed, niet heel goed. Okay. Ja? Nou, en wissel dan de controllers waarom? Yes, nee, Neymar. Nee, niks. Nee, kom maar. No aggressive. No, no aggressive. No aggressive in the field. I am so sick of that, hè? That aggressive in the field. We staan hier, maar ja. Eerlijk gezegd. Bo, hoe vaak speel je nou eigenlijk FIFA dan? Ja, vaak. Top 100 ja, FIFA spelen. Ja? Van? Nee, ik stond er serieus vanochtend wel in. Van Voorburg? Nee, van de wereld. Ik stond er serieus vanochtend wel echt in, hè? Met die Weekend League. Nee, jullie begrijpen die Weekend League. Dat is wel een zieke video vorige week van Katwijk. Met die jongen die ongeneeslijk ziek is. Nee joh! Goh! Balen. Spannend potje ook, hoor. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Kijk dan, hierop. Perfect, 90. Hierop. De doelman neemt de aanval op door. Wie weet levert dit een kans op. Gelijk die agressie, hè. Chill. Hart en Benarva. Hij kan kiezen. Ga weg toch, joh. Maar jij doet ook echt al die vieze trucjes. Ja, maar ik speel het elke dag ook, hè. Ja joh, ga toch weg, joh, vent. Ja, je kunt echt agressief worden. Wat is dit dan? Kans om te schieten. Opgelegde kans. Een heerlijke goal. Easy peasy, lemon squeezy. Zet jij, anders kies je een PSG, die stond niet zo goed. Ja, jij hebt Real Madrid, dat is de beste ploeg. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Hij slaagt er niet. Nee, ook keer een stop op doen, hoor. Oh, dit kan een kans worden. Moet ik even neermaaien dan? Hard en laag. Ja! Wat was dat? Nee, ja, oh nee, ik zelf natuurlijk, dat ik net de eerste wedstrijd van het seizoen en toen kwam er een maloot in op mijn been. Maloot. En toen brak ik bijna mijn been. Gelukkig scheurde ik mijn enkelband af. Oei. Ik merk vooral dat de invloeden gewoon langs de zijkant zijn. Dat het niet van de spelers zelf is, maar gewoon van papa en mama en de trainers. Die bal is ja, het is toch zo? Ja, van langs de lijn zeg je dan. De supporters. En ja, en dan sporen ze zo'n jongen aan en die kan je been breken. Ah, dat is vet. En zo werkt dan het dus. Gebeurt, dan staat je been die verkeerde kant op. En de verkeerde kant. Dat is lekker hoor. Ik hou niet zo van agressie en dan vervolgens zo'n... Ik kon, nee, 3 maanden zo niet voetballen of zo. Revalideren elke dag. Ja, ik probeer Ajax en zo. Luka Modric. Hij is in de... Ja! Eentje voor de heer. Ja, ja. 5-1. Perfecte uitslag. We kappen de wedstrijd. Ja. Hey, maar Stan, jij gilt al voor een doelpunt. Ja! Ja! Wat bedoel je? Oh, ik snap hem, hoe bedoel je? Oh, ik begrijp hem. Nou, Bo. Goed, hartelijk gefeliciteerd. Kijk, de Sint die had nog een klein cadeautje voor je. Een klein cadeautje van de Sint Jezus. Nog. Dit is ook serieus. Getrouwring. Oh, wat leuk. Ja. Ja, dat is toch wel dik, ouwe. Kijk. Misschien moet ik hem even uitpakken. Thanks, Piet. Ja, ja, alsjeblieft. Nou, dit was dan alweer. Vergeet niet te liken en subscriben. En volg Bo ook even op Insta. Ja.
Ja, dan hebben we een cadeau gehouden.